Prochain arrêt, Cerbère. Bon après-midi, je me trouve dans la commune de Cerbère en France, à la mer Méditerranée, juste avant la frontière avec l'Espagne. C'est ici où commence le chemin catalan vers Barcelone et ensuite ce chemin continue vers Logroño en suivant la rivière Ebro. Et puis à Logroño, le pèlerin peut ensuite continuer sur le chemin français vers Santiago. Je suis de nouveau 2 semaines avec vous, je donnerai plus de détails demain. Maintenant, je vais longer la côte jusqu'à la commune de Llança, à 11 km d'ici, donc j'en ai quand même pour 3 heures de route. Ik ben aangekomen aan de Frans-Spaanse grens en er is hier nog een wisselkantoor. Ongelooflijk maar waar, een wisselkantoor. Maar het is gesloten, spijtig genoeg vandaag gesloten. Ik dacht van, ik ga eindelijk eens afgeraken van mijn Franse frangen, mijn pesetas. Want ik heb hier nog voor 3 Franse frang en 20 centiem aan Franse frang. En pesetas heb ik ook nog 4,5 peseta. Daar geraak ik dus niet van af. Ik ga dat hier achterlaten. Het is gewoon schandalig dat dat hier vandaag gesloten is. Voilà, je suis arrivé à la plage de Grifeu, près de Llança, et la raison que je m'arrête ici est que ma mère et ma tante sont ici en vacances. En plus, les voilà! Alle twee in Cambria's, en daar gaat hij op zijn film dan doen. Ik ga namelijk hier voor een paar dagen blijven en enkele stukken van de Camino samen met mijn moeder wandelen. Maar nu word ik eerst aan tafel geroepen. Wat staat er op menu? Hamburger. Pellepatatjes, zeer lekkere rauwijs, couscous voor Gunnar en Niertjes. En dan veel wijn, hè. Oké. Dat is het. Allee, santé, hè. Gezondheid. Hallo.